Dag lieve vrienden, hoe gaat het met jullie? Met mij gaat het allemaal lekker. Mooi, hebben we dat ook weer gehad. Wat zit er dan onder het doosje? Wat heeft Ahmed je opgestuurd? Laten we even kijken. En laten we dat nu doen, want waarom niet? Ach, wat is... Wat is dat smek? Smek, van Unox in dit geval, is volgens mij een van de goedkoopste vlezen. Want je zit eigenlijk alleen maar vet te vreten. Even kijken, want dit is de enige echte smek. Oh, dit is dan magere smek. En dit is geen smek. Schouderhammix. Schouderhammix. Dat is wel raar, hè? Want is het nou schouderham of schouderhammix? En een mix waarvan? Allemaal vragen. Smek wordt vaak gebruikt door mensen zonder geld. Want dan heb je toch een beetje vlees. Terwijl het eigenlijk niet heel veel vlees is. Ik heb het nog nooit gegeten. Niet omdat ik een ongelofelijke kakker ben, want ik wil altijd alles proeven. Maar om alleen maar vet te gaan zitten bunkeren, daar heb ik ook niet zoveel zin in. Maar is dat wel zo? Want ik heb eigenlijk nog nooit op de ingrediëntenlijst gekeken. Dat ga ik dus nu wel doen. Oh, dat is alweer grappig. Daar zit 28% varkensvlees in. 31% kip. Separatorvlees. En dan 20% water. En dan 28% varkensseparatorvlees. En dan varkensvet en allemaal andere troep. Kipseparatorvlees en varkensseparatorvlees. Wat de hel is dat? Oh, in die magers zit dan 34% varkensvlees. 33% kipseparatorvlees. En oh, dat is het dan. Voor de rest is het allemaal... Andere meuk, aardappelzetmeel en zo. Hier zit bijna 70% vlees in. En voor de rest is het dus meuk. En hier zit dus, even kijken, bijna 80% vlees in. Dus als ze zeggen dat het mager is, zit er gewoon minder vlees in. En hoe zit het eigenlijk hiermee? Oh, hier zit 86% varkensvlees in. Waarvan 50% schouderham. En ze noemen het schouderham mix. Dan is het dus... De helft schouderham en voor de rest andere troep. En dan noem je het niks. Nou, nu kunnen we heel lang zeuren wat erin zit. Maar laten we gewoon eens even proeven. Misschien is het hartstikke lekker. En vreet de rest van mijn leven dit soort bakjes. We beginnen bij de gewone smaak. Dit ziet er niet lekker uit. Het ruikt ook als kattenvoer. Maar goed. Oh, het is inderdaad gewoon een soort... Zo. Ja, het is een soort hele vette, dikke paté. En het ruikt heel penetrant. Nou, de magere variant ziet er exact hetzelfde uit. Alleen hier zit dan minder varkensvlees in. Het verschil tussen die twee is dat je bij de gewone nog vetblokjes ziet, van die witte dingetjes. En hier helemaal niet. Dit is een soort leverworst. Dat is wel de schouderhammix, waar bijna geen schouderham in zit. Oh ja, die ziet er wel ietsje anders uit. Die ziet er zo uit. Die ruikt overigens ook gewoon naar kattenvoer, net als de rest. Ik geloof niet dat ik hier blijven word om dit te proeven. Er staan drie blikjes hier voor mijn neus te walmen. Ik geloof niet dat dit heel lekker wordt. Enfin, de gewone smaak. Wat is dit goor? Het is mokervet. Het is echt niet normaal vet. Het is wel een beetje gekruid. Maar ja, het ruikt naar kattenvoer. Ik denk dat kattenvoer ook zo proeft ook. Neem maar dat die magere ook niet lekkerder is. Oh, die is wel... Die is ietsje zachter. Die zitten harde stukjes in. Die mager hebben ze het pureerstandje wat harder gezet.
Maar... Het proeft net zo smerig, joh. Pff, het stinkt, die meuk. Ik heb even opgezocht wat separatorvlees betekent. Nou, ik was niet al echt heel erg lekker door het proeven van deze smaak. Maar separatorvlees is eigenlijk de absolute restjes die ze van botten schrapen. Het is dus schraapvlees. Dan denk je, nou, stukjes die ze van botten halen is geen probleem. Ja, dat is alleen geen vlees. Dat is voornamelijk spieren, zenen, dat soort werk. Dus het is echt het allerlaatste plukje spier wat nog aan een kippenpootje hangt. Het zit dan opeens hierin. Dus het is echt troep. Waar geen separatorvlees in zit, is de schouderhammix. Wat er ook niet in zit, is 100% schouderham. Er zit maar 50% schouderham in van de 86% vlees wat erin zit. Dus er zit 14% meuk in. En van die 86% is dan weer 50% schouderham. En dit wordt dan schouderhammix genoemd, want het is gemixt met een andere inferieure kwaliteit. Nou, gaan we dat eens even proeven. Het is minder vies dan deze. Want in die smaak, het is nog steeds hartstikke vies, maar in die smaak krijgen ze dus een soort hele gore kruidenmix. Waarschijnlijk omdat het zo vies, goedkope meukvlees is, dat ze denken van ah, laten we het een beetje goed maken. En deze heeft ook die vreselijke structuur, dat is een gort gemalen troep. En hier proef je dat er iets minder vet in zit. Want de smaak die is zo verschrikkelijk vet. Dan kan je patat in frituren als je het warm maakt. Ik zweer het je. Het is niet te geloven smerig vet. De schouderham is minder vies. Maar nog steeds hartstikke vies. Ja, ik kan hier niet positief over zijn. Omdat het gewoon echt niet te bunkeren is. Dus we gaan beginnen met de cijfertjes. Maar goed wordt het natuurlijk niet. De gewone smaak is wel koploper qua smerigheid. De geur... staat me totaal niet aan. De structuur staat me totaal niet aan. Hoe het eruit ziet staat me totaal niet aan. De smaak staat me ook helemaal totaal niet aan. De ingrediënten staan me ook helemaal totaal niet aan. Dus het is gewoon een verschrikkelijke puinzooi. Die krijgen we 2. En waarom? Omdat ik het zielig vind van alle dieren wiens botten zijn geschraapt om in dit blikje te komen. Gadverdikke. De magere variant is iets minder smerig dan de gewone variant. Maar nog steeds hartstikke smerig. De structuur is hier ietsje beter. De geur is net zo smerig. En ja, mager. Dit is echt niet dat je denkt van, nou, ik eet de magere smaak. Ben je aan het afvallen? Ik zie het aan je. Je eet zeker vast de magere smaak. Nou, je wordt bokkie vet en dik hier van deze bende. Er zit alleen iets minder separatorvlees van het varkje. Enfin, deze is ook niet meer dan een 3 waard. De schouderhammix is ook natuurlijk pure oplichting, want er zit nauwelijks schouderham in. En wat erin zit, is eigenlijk helemaal niet lekker. Ja, het is natuurlijk weer 14% aardappelzetmeel en andere troep, gewoon om het blikje te vullen. Ik geloof niet dat dit gezond is om te eten. Deze krijgt van mij dan, pak een beetje, laten we zeggen een 4. Ik doe wel een 4, omdat het wel boven deze troep uitstaat. Maar laten we eerlijk zijn, het is zonde van het materiaal, het is zonde van de dieren. Ik denk dat we gewoon massaal moeten ophouden met dit te eten. Tenminste, ik ken ook helemaal niemand die dit eet. Maar ik zou dat zeker iedereen afraden, ook niet om een keer leuk te proberen. Het is gewoon heel smerig, het is gewoon niet te doen. Ja? Nou, dag!